Start over 1 minuut. Deelnemers, sorry, plaats aan de start. Start over 20 seconden. Deelnemers, start vrij. Negende koers, dames en heren, is de PSV Drachtenprijs. En 9 deelnemers komen aan de start. Favoriet op dit moment is de 3 All Star Z. Die wordt gereden door André Bakker. We hebben 3 startvakken. De eerste 2 vakken zijn helemaal bezet door leerlingpiekeurs. En als enige op de maximale afstand van 50 meter Kees Imming met Melle D. Paarden gaan draaien in de startvakken. Tempo moet worden gemaakt door paard nummer 1 Nicky R. En die start niet bekend als de allermakkelijkste. Vandaar dat eigenaar en trainer Harry van Riel zelf aan het hoofd meeloopt. Start is gevallen. Nicky R. begint met wat hupjes op de plaats en is inmiddels al gepasseerd door het hele veld. En zo gaan de deelnemers op weg naar de eerste bocht. Norman Crown heeft de leiding genomen aan de buitenkant Mighty Renka en daarachter de favoriet All Star Z. Op de 4e plaats is Madame Limburgia goed begonnen. En daarachter volgt dan op een paar lengte Dumbo Doll. Maar dan gaan de eerste bocht hoor. Norman Crown aan de leiding. Aan de buitenkant naar Mighty Renka. Daarachter aan de reling zijde All Star Z. Daarachter volgt Madame Limburgia en dan Dumbo Doll. Klein gaatje daar naar Narrow Escape. En achter Narrow Escape Nieke Meerswal. En daarachter is al aangesloten Melody en op achterstand Nicky R. 2 ronden te gaan nog. Norman Crown aan de leiding. Norman Crown Mighty Renka. Aan de buitenkant komt Richard Slijver naar voren met Madame Limburgia. 4e plek is voor All Star Z. Daarachter volgt aan de relingzijde Dumbo Doll. 2 lengte daarachter volgt Narrow Escape. En daar weer achter Nieke Meerswal. En dan volgt Melody. Paard in de rechte lijn overzijde. Norman Crown aan de leiding. Mighty Renka 2e. 3e aan de buitenkant Madame Limburgia. En van de reling afgegaan is inmiddels ook All Star Z. Daarachter volgt Dumbo Doll. Dan een gat naar Narrow Escape. De buitenkant gaat ietsje naar voren en Melody en daarachter volgt Nieke Meerswal. Paard op weg naar de linkerbocht. Hans Krebas, de man die vandaag al won met Siebes Sprite, leidt nu met Norman Crown. De 2e plek aan de buitenkant is het Madame Limburgia. En daarachter Mighty Renka met aan de buitenkant de opkomende All Star Z en die gaat nu naar de 3e plaats. Dumbo Doll ligt daar op 2 lengte achter. En dan een 2e peloton met Narrow Escape. Melody die daar nu langs gaat, die gaat naar voren. En zo hebben we nog iets meer dan een ronde te gaan. Norman Crown. Aan de buitenkant daarnaast Madame Limburgia. Dan Mighty Renka. En dan All Star Z. André Bakker ligt ideaal in de koers met het meest gespeelde paard. En zo zijn de deelnemers in de laatste ronde. Norman Crown. Madame Limburgia. Aan de binnenkant Mighty Renka. En daarachter All Star Z met Dumbo Doll. Daarachter Melody die ook bij het veld is aangesloten. En ook Narrow Escape ligt er nu dichtbij. Mooi compact peloton. En daar laat Madame Limburgia het zitten. Madame Limburgia valt ineens terug. En aan de buitenkant gaat nu All Star Z naar voren, maar Mighty Renka komt van de reling af. Hans Krebas trekt nu de proppen bij Norman Crown. Norman Crown leidt nog altijd. Mighty Renka gaat ernaast komen. En daarachter All Star Z en dan Dumbo Doll voor Melody en Narrow Escape. 2 paarden nek aan nek op weg naar de laatste bocht. Aan de binnenkant Norman Crown. Aan de buitenkant Mighty Renka. Mighty Renka is er nog niet helemaal langs. En Norman Crown komt nu aan de binnenkant weer terug. Norman Crown aan de binnenkant. Mighty Renka aan de buitenzijde. 3 lengte daarachter. All Star Z. Die heeft problemen met een band. Die ligt eraf. En daarachter aan de buitenkant gaat nu Melody naar voren. Paard in de laatste rechte lijn. Norman Crown en Mighty Renka. Daar gaat het tussen. Mighty Renka aan de buitenkant heeft iets voordeel. Aan de binnenkant Melody. Mighty Renka aan de buitenkant is er langs. En Mighty Renka gaat hier winnen. John Westerbrink won vorige week woensdag al op Groningen. En vandaag is het raak op Aduard. Als hij zo doorgaat, duurt het 30 weken. Sipikeur, het is de 4 die hier wint. Kloos voor de 2e plaats. Melody de 9. Waarschijnlijk nog net voor de 2 Norman Crown.
Winnaar is officieel, dames en heren. Dat is geworden paard nummer 4, Mighty Renka. Mighty Renka is gefokt door René Knipscheer. In bezit van de familie Hilbrands. Kent ze wel, de mensen achter de populairste drafsportsite van Nederland, Justy. En de rijder is niemand minder dan John Westerbrink. John Westerbrink, dames en heren, de kleinzoon van Klaas Woudstra. En Klaas staat zelf ook al bij de huldiging. En zijn kleinzoon rijdt in de kleuren van Klaas. Heeft ook de stijl van Klaas en wint tegenwoordig ook nog net zo vaak als Klaas. Het is iedere meeting raak. Mighty Renka wint in 1:24.8. De trainer is voor de derde keer vandaag Henk Hamming. En dan gaan ze, dames en heren, geeft u eens een applaus. John Westerbrink, de opvolger, mag je rustig zeggen, van Klaas Woudstra senior. En hij gaat daar in de kleuren van Klaas met Mighty Renka. In afwachting, dames en heren, van de uitslag van de 9e koers krijgt u van mij alvast de deelnemers aan de 10e. En dat is de PSHA Steersprijs. Ik heb voor u, dames en heren, nog een nagekomen niet-starter in die koers. In de 10e koers is alsnog geschrapt, de 5 Now or Never M. 10e koers alsnog schrappen, paard nummer 5, Now or Never M. Rijderswijziging voor de 3, Master Geluk, die wordt nu gereden door Frans van der Blonk. Paard nummer 3, Master Geluk met Frans van der Blonk. En dat zijn, dames en heren,